Goedemorgen, ik ben Sybrand Dijkstra. Ik ben de oprichter en de eigenaar en de drijvende kracht achter AppMachine. AppMachine zijn we mee gestart 16 februari 2011, kleine 2,5 jaar geleden. Redelijk groot team mensen, 27 mensen. En we hebben inmiddels meer dan 100.000 uren in een heel mooi idee gestopt. En dat idee is namelijk, laten we het mogelijk maken voor mensen om op een eenvoudige manier apps te bouwen. En native apps, geen HTML, geen webpagina die lokaal op een telefoon staat, maar echt gewoon native apps. En volgens ons is het aardig gelukt. Mensen kunnen bij ons op de website een app bouwen voor iPhone en Android. En kunnen zonder enige programmeerkennis zo'n app in elkaar zetten. Het bouwen is gewoon helemaal gratis. Op het moment dat je wilt gaan publiceren betaal je een eenmalig bedrag om je app in de Google Play en de Apple App Store te krijgen. Bouwen is helemaal gratis, kun je zelf doen. Dus het is een hands-on dag. Ik denk dat dit dan de hands-on avond wordt. Als je thuis komt kun je ermee gaan spelen. Het is echt leuk. Ja. Wat wij gedaan hebben, we hebben hele grote functionele bouwblokken gemaakt die je met een minimum aan instellingen aan de praat krijgt. Dus we hebben een analogie gemaakt met Lego. Zoals je met Lego eigenlijk alles kunt maken, zo kun je hier ook grote blokken in elkaar zetten en configureren. Stel de tijd in, stel hoe laat je wakker wilt worden en je hebt een wekker, waar je hem ook inzet. De meest voor de hand liggende bouwblokken die hebben we gemaakt. En die kun je gebruiken met een beetje creativiteit, kun je daar hele leuke apps mee maken. En we hebben inderdaad ook de Bright Day app gemaakt, de app voor de Next Web, Armin van Buren. Echt leuke apps zijn ermee gemaakt, ook om te laten zien, je kunt echt mooie native apps bouwen. Dat bouwen moet je zien als een, eigenlijk is je app een Lego bouwtekening. En dat is de definitie van je app. Wij leveren de bouwblokken. En vervolgens kun je zelf beslissen of je daar een auto van wilt maken, of dat je er een helikopter van wilt maken, of een boot. We hebben een app previewer, die kun je downloaden uit de App Store. Dat is een applicatie waarop je kunt inloggen, net als bij ons op de website. En dan zie je alle apps die je zelf gemaakt hebt. En de app previewer, die kun je zelfs aan je browser koppelen, zodat je live je app ziet ontstaan op je telefoon terwijl je aan het bouwen bent. En zo kun je dus kijken naar je auto, helikopter of boot. Qua vormgeving is alles instelbaar. We zijn heel erg ver gegaan. Het is een native app, dus je kunt mooi met transities werken. Iedere pixel die kun je zo'n beetje beïnvloeden. En voor je beeldvorming hebben we alvast een aantal skins neergezet, zoals we ze noemen. Maar je kunt ze zelf ook helemaal op maat maken. Dus een AppMachine app is eigenlijk dus een stapel bouwstenen, samen met een bouwtekening en je content. Die drie samen, die sealen we voor je en die bieden we aan in de app stores. En dat is heel belangrijk om te weten. Het zijn redelijk grote apps. We hebben apps die zijn zo 15 of 20 MB. Maar dat komt omdat we de content er alvast in stoppen. Dus je hebt niet een app die je downloadt waarbij je vervolgens op een feestje staat en eigenlijk alles met loading nog binnen moet komen. We stoppen de content er al in. En dat is wel mooi, want daardoor heb je een app die gewoon snel werkt. Die gewoon altijd werkt. Als je nu naar de App Store gaat, je downloadt de Armin van Buren app. Je zet onmiddellijk je telefoon op flight mode. Dan heb je een app waar alles in zit. Waar zelfs zijn Facebook in zit. Zij het zijn Facebookpagina's van het moment dat wij hem in de store zetten. En dat was ergens in maart. Dus je hebt echt een app die het gewoon altijd goed doet. Op het moment dat er een dataverbinding is, dan gaan we even online kijken van is er misschien een wijziging in de content, halen we die op. Is er misschien een wijziging in de bouwtekening, dan halen we die op. Dus op het moment dat je uitgekeken bent op je boot, kun je gewoon echt een helikopter gaan maken. En daarvoor hoef je niet opnieuw naar Apple toe. Want bij Apple is alleen maar de combinatie van de bouwstenen met de bouwtekening ingediend. Maar wil je dus je bouwtekening veranderen, dan kan dat gewoon via een klein updateje via het internet. Echt heel leuk gedaan. Wil je dus met de kerst de ballen in je app hangen? Hang de ballen in je app. Maak één publicatie van je app en iedereen heeft automatisch de nieuwste versie. Dus, ben je helemaal tevreden over die app? Dan kun je je app in de App Store laten zetten door ons. En daar rekenen we een eenmalig bedrag voor. Daar kom ik zo meteen aan het einde even op terug. Demo time. Hartstikke idee. En nu komt het spannende gedeelte.
Klinkt niet als goed, hè? Nee. Ja, nee, ik help mezelf al even. Jullie zien het niet, maar er is gewoon een Apple Keynote die vastloopt. Zo. Kunnen jullie vast die vragen gaan bedenken, nu je even niks hoort? Zo. Nou, volgens mij komt hij weer tot leven. Yes. Ja. Hartstikke idee. Oké, we hebben de website bij ons, App Machine. Daar kun je heen gaan. En daar heb je rechtsbovenin login of sign-up. Klik de sign-up aan. Vul je e-mailadres in. Druk op sign-up. Je krijgt een mailtje. Klik je aan. Wachtwoord bedenken. En je hebt een account gemaakt en je kunt gaan bouwen. Ik ga hier even inloggen. En ik kom op mijn app dashboard, zoals we dat noemen. Hier staan mijn apps die ik gemaakt heb. En hier rechts zie je een functie, dat noemen wij Live View. En Live View die kan het beeldscherm van je telefoon gaan tonen. Ik ga even laten zien hoe dat gaat. Heb je een leukje voor op de telefoon? En op de Apple heb ik een leukje, die naam moeten jullie even opschrijven. Is echt grappig. Reflector App. Reflector app koop je voor een paar dollar en daarmee kun je van ieder apparaat een Apple TV maken. En het leuke van een Apple TV is dat je er met je telefoon heen kunt gaan en dat je kunt synchroniseren. Kijk, daar is mijn telefoon op de PC. Dus altijd leuk als je iets wilt laten zien op je PC van je telefoon. Kijk, hier zie je de apps. En op die telefoon, daar heb ik een app gedownload en die heet de App Machine Previewer. Staat in de App Store. En daarin log je in met dezelfde credentials als je bij ons op de website doet. En je ziet hier nu ook dezelfde apps als op de website. De 5 mei app, even kijken, als ik hier alle apps bekijk, dan zie je daar ook de 5 mei app bij staan. Dus dit is een heel mooi ding. Dat willen we graag nog gaan nabouwen, maar we hebben nog niet helemaal de snelheid. Die telefoon die heeft hier rechtsboven heeft hij een knopje die heet Live View. En als ik hem op Live View zet, dan maakt hij een verbinding met de browser en zie je hier mijn telefoonscherm erbij verschijnen. En ik kan hier mijn telefoon selecteren. En nou zie je dat we eigenlijk hetzelfde doen als die Reflector app. Alleen wij doen het via het internet en we halen op dit moment ongeveer 1 beeld per seconde. Dus niet echt een snelle beleving. Maar het begint er al aardig op te lijken. Nou, wij zijn in beta gegaan in februari. We hebben inmiddels 25.700 zoveel mensen die apps aan het bouwen zijn bij App Machine. Dat is heel veel. Daar kregen we ook veel feedback op. Je eigen telefoon gebruiken om een app te bekijken vonden veel mensen toch ook wel lastig. En veel mensen hebben geen iPhone, maar een Android en willen toch zien hoe het er op een iPhone uitziet. Daarom hebben wij hier een tweede telefoon bij staan, dat heet een drone. En op het moment dat we live gaan, krijg je die er standaard bij. En wat er dan gebeurt, is dat je eigenlijk een iPhone van ons uit de cloud kreeg toegewezen, die je programma toont die je aan het bouwen bent. Dus ik ga even een app bouwen, ik denk dat dat het makkelijkst is. En er is hier al een app gebouwd, dat was de Bright Day app. Dus laat ik hier de Bright 2 app van maken. Even een beetje erbuiten. Vervolgens kreeg je de mogelijkheid om een website te scannen. Het hoeft niet, je kunt het ook overslaan. Maar wat we hier voor je kunnen doen, bright.nl. Wat we nu doen, we hebben een crawler, een kleine robot. Die sturen we naar de website toe van Bright. En we gaan kijken, zijn daar dingen die we alvast kunnen gebruiken om die app te bouwen. Zijn er leuke foto's, dan hebben we ze alvast bij de hand. We stoppen ze niet in de app, maar we hebben ze bij de hand. Dus je hoeft nooit naar je lokale schijf om dingen te moeten uploaden of andere dingen doen. We kijken, zijn er Facebook-verwijzingen, Twitter, staan er YouTube-filmpjes op? Of hebben we RSS-feeds? Nou ja, Bright is natuurlijk een blog to the max, dus genoeg RSS-feeds. En zo zoeken we een beetje door. En nu heeft hij
genoeg basis om een app te gaan bouwen. We hebben een Facebook-account gevonden, die wil ik wel in de app hebben. En er zijn een aantal Twitter-accounts gevonden. Nou, die wil ik er alle drie wel in hebben. En er zijn veel RSS-feeds gevonden. Die willen nog wel eens dubbel vermeld worden, omdat het een technisch verhaal is waarom dat gebeurt. En Bright Day. En zo. Nou, vervolgens kan ik een jasje kiezen voor de app. Van hoe wil ik dat die app eruit ziet. Voor Gorgeous of voor Designer. We hebben een Gorgeous app is bij ons de app waarmee je gewoon zelf een app kunt bouwen. Alles erop en eraan. Geen beperkingen. Maar we vallen je niet lastig met echt moeilijke instellingen en designer grappen. De designer versies die zijn uitgebreider. Die beginnen te gooien met woorden als padding en spacing. En allemaal andere termen om echt dat op de pixel nauwkeurige je app te gaan bouwen. Ik kan hier een jasje uitkiezen. En hij zegt, gefeliciteerd, je app is klaar. En je ziet dus nu ook mijn telefoon gelijk al reageren met het laden van de app die ik net heb gemaakt. En daar staat onze drone die ook meedoet. Alleen die beweegt een beetje langzaam als ik navigeer en deze een beetje sneller. Dus hier links zie je de Lego blokken, het homescreen, het design en de grote gele blokken. En ik heb hier een videoblok. Op het moment dat ik hem selecteer, je ziet dat mijn telefoon eigenlijk direct meeloopt. En hier staan de video's zoals we die op de website gevonden hebben. Het moet hier wel de eerste keer even geladen worden. Dus in tegenstelling tot wat we in de App Store doen, waar we de content al geladen hebben, ja, moeten we het hier de eerste keer even raden. Dus het ziet er even iets langzamer uit soms en daarna snel. Kijk, ga ik naar een Facebook-account. Ja, de eerste keer moet hij toch echt bij Facebook die API uitvoeren en de header ophalen en de zaken doen. Maar je ziet, ik heb hier gewoon netjes de Facebook-gegevens in van Bright. Ik heb hier de comments in, ik kan zelf een reactie schrijven, alles is native vanuit de app. Dus we springen niet de app uit naar een website of naar een andere app. We kunnen alles gewoon vanuit de app doen. En je ziet, het animeert ook leuk, het beweegt leuk. We hebben de Twitter hier. Voor Twitter is alvast een submenu gemaakt, zoals we dat noemen, met Twitter van Bright. De eerste keer moet hij even laden. En daar is hij al. We hebben ook gewoon de transities erboven zijn alles helemaal native. Dat is het mooie als je gewoon specifiek voor het apparaat kunt bouwen. Kijk, als ik nu Facebook weer selecteer, dan staat hij er onmiddellijk omdat het gecached is en omdat het dus op de telefoon aanwezig is. Nou, die filmpjes die halen we van YouTube. Tonen we ook de YouTube-informatie bij. Kun je doorheen bladeren hier. En dus dit is de basisfunctionaliteit die we gevonden hebben. De RSS. En daar hebben we de RSS-app van de week. Nou, die titel kun je even veranderen. App van de week. Ziet hij er iets mooier uit. Zo. En die sla ik op. En je ziet dat die ook gewoon onmiddellijk in de app doorgevoerd wordt. Het is heel leuk dat je op die manier interactief een app bouwt. Nou, de blokken die we hebben. We hebben hier redelijk veel voor de hand liggende blokken gemaakt. Activiteiten. Gewoon, ja, we hebben een activiteit. Ik kan eens eentje toevoegen. Waar heb je de activiteiten staan? Heb je ze op Google? Heb je ze in je Google-kalender? Heb je op Facebook je Facebook-events gebruikt? Ben je een artiest? Heb je Last.fm of Bands in Town? En ja, als je het daar allemaal niet hebt, kun je ook altijd terugvallen op ons CMS en kun je daar die gegevens invoeren. Dus ik zou hier kunnen zeggen, ik ben een bekende Marcus Schulz DJ. Dan, zodra je die naam intypt, zeggen wij al van, oh ja, die hebben we gevonden, daar kunnen we wel iets mee. En ja, dat blokje heet dan natuurlijk Marcus Schulz. En dit icon, overal kun je eigenlijk op klikken om dingen te veranderen. Het is heel leuk gedaan. We hebben alvast icons voor je meegeleverd. Hier zie je standaard iconsets waar je uit kunt kiezen. Je hebt hier je webdingen bij de hand. Dus die crawler die net naar de website is gegaan van Bright, geeft me hier altijd alle plaatjes al bij de hand. Handig om ze te gebruiken. Maar Marcus Schulz zal vast niet op de Bright site staan. Dus ik kijk even op Google. En je ziet dat we hier wat plaatjes van die beste man hebben. En daar heb ik even iets icon-technisch nodig. Zo, dit plaatje. Nou, hier heb je nog de mogelijkheid om hem eventueel bij te knippen. En dat je zegt van nou, dit lijkt mij een fantastisch icon voor Marcus om te gebruiken. En kijk eens aan, je kunt ook pushberichten sturen met de app, ook getimed. Dus die zie je hier net boven in beeld komen. En ik kan hem hier dus ook nog gaan bewerken.
En eventueel er nog een effect overheen gooien om het een beetje meer leuker te laten lijken. Zoiets. Ja. Dus, kan in ieder geval allemaal. Marcus Schulz is nu toegevoegd. Je ziet hier onmiddellijk de data waarop die beste man optreedt. Ik kan die data selecteren. We zien zelfs dat er voor het kopen van kaartjes een URL beschikbaar is gesteld. Hebben we eruit getild. Je kunt hier doorheen bladeren. Je kunt zeggen, oh leuk, hij is in Miami. Waar is hij? Nou, je kunt in die kaart kun je inzoomen. Je kunt de route laten berekenen. Alles zit gewoon native in die app. Dit is in de toekomst en dit is alle gigs die we gemist hebben. Dus met een eenvoudige one-liner ben je eigenlijk in staat om zo'n blokje in je app te stoppen. Marcus Schulz hoort natuurlijk niet in de RSS thuis. Even kijken. Dus ik verplaats hem even naar het hoofdmenu. Zo. En hij staat in het hoofdmenu, maar ik zie hem niet. Oké. Okay. Zo. Daar is Marcus. Heel eenvoudige blokken als bel ons, weet je wel, voer je nummer in en bel ons. Altijd leuk, ik zal hem even opzij zetten, dan zie je hier de schermen. Een contactbouwblok van waar zitten we, e-mailtje sturen, Facebook, foto's erin stoppen. Oh, heb je foto's? Ja, ik heb foto's. En ik heb mijn foto's op Facebook. En ik heet, nou laten we in stijl blijven, Marcus Schulz. Even kijken. Zeggen we, bedoel je die Marcus Schulz? Zie je wel, we tonen alvast. Daar hebben we heel veel tijd in gestoken in die interface om je gewoon snel op weg te helpen. En Marcus Schulz, ja, die kennen we niet. Dus die hoef je ook niet in te typen. Nou, we hebben hier 157 albums. Nou, doen ze maar allemaal. Dat is eigenlijk wel leuk. En dit zijn de Marcus Pictures. En ik zet hem daar even erbij. Nou, wat je hier nu ziet zijn de foto's die van Facebook zijn gehaald. De albums zitten erin. En ik heb hier fotoalbums. De eerste keer moeten de foto's opgehaald worden. Foto's kun je liken en commenten. Omdat ze van Facebook zijn gekomen, weten we dat al. En het enige wat je hier eigenlijk kunt instellen is van, nou ja, ik zou eigenlijk wel, weet je, maken een mooie Polaroid slideshow van. Dat vind ik mooier dan zo'n overzicht. Dus op het moment dat ik nu de foto selecteer, dan worden ze er als een Polaroid op je scherm gegooid. Nou, zo kun je allemaal leuke instellingen maken die veel impact hebben zonder dat je hoeft te programmeren. Muziek, leuke dingetjes, points of interest, weet je wel. We hebben een paar locaties of we hebben een speurtocht uitgezet of dingen. Je kunt het allemaal redelijk makkelijk in de app stoppen. Heel leuk om te bouwen. Maak ik even een sprongetje. Dit zijn de basisbouwblokken die in App Machine zitten. Dit is wat er op dit moment op de website staat en wat je kunt gaan bouwen. Hebben een developerversie, die zijn we aan het ontwikkelen en we hopen die in de komende weken ook in de beta beschikbaar te stellen. Waarmee je eigenlijk nou als ontwikkelaar ook wel een stapje verder kunt gaan met App Machine. Laat ik ook even iets van zien. Wat ik vergeten ben nu is de vormgeving van de app. Ik heb hier mijn hoofdmenu en je ziet dat ik hier nu een aantal iconen heb staan. En mijn indeling staat op dit moment op 2 iconen. Op het moment dat ik daar 3 iconen van maak, dan zie je dat hij er 3 iconen van maakt. En 2 iconen is op deze manier leuk. Zo scrollen, maar ik kan ook zeggen van ja, ik wil hem 2 iconen, maar ik wil hem maar 1 rij breed hebben. Kijk, nu kan ik dus opzij scrollen, staat mijn menuutje zo. En dan wil ik hem eigenlijk onderaan op het scherm hebben. En ik wil de padding een klein beetje, de icons een beetje groter maken. En de achtergrond kun je een beetje kleiner maken of groter. Nou, die achtergrond, dat is gewoon weer een plaatje. Dat kun je hierin stoppen. Dus dat is allemaal instelbaar. Dus je kunt best je eigen draai aan je app geven. Het is niet een standaard app waarvan men zegt, oh, ik zie het al, App Machine heb je. Ja, ik ken nog 30, die zien er precies zo uit. Je kunt hier gewoon in de standaardversie al heel leuk mee los. Even kijken, save your changes. Ja, doe maar. Ik kan standaard zaken in de. Even kijken, ik ben even de weg kwijt. Icon, achtergrond, designer, hier zijn we, ja. De kleuren kun je natuurlijk aanpassen. Alle kleuren kun je aanpassen. Is ook weer allemaal live.
Dus als ik zeg van ja, ik wil de titel zwart hebben of hoe kan ik de kleuren verkrachten? Nou, dat lukt zo ook om ze blauw te maken. Hier in het zwart, transparantie zit overal bij als je dat wilt. Je kunt bovenafbeeldingen erboven zetten, transities en wat voor transitie je wilt hebben, hoe lang het moet duren. De achtergrond van de app, het is nu een grijze achtergrond. En ja, als je er liever een badeentje in zet, dan zet je er een badeentje in. En ja, als je zegt van nou, ik vind het leuk om dat badeentje ook echt in het bad te laten bewegen, dan is dat ook nog mogelijk. En op het moment dat ik mijn telefoon oppak, dan zie je dat het eentje eigenlijk op de G-sensor meedraait. Het is leuk, omdat het native is, kun je gewoon echt leuke grapjes uithalen allemaal. Dus nou is het badeentje hier niet echt een succes, dus die vervang je door. En ook hier kun je zo weer even naar de images die we opgezocht hebben. Bij een icon zoeken we de kleine vierkante images. Nu we met een achtergrond bezig zijn, zoeken we grotere images. We raden je wel aan om die images op een goede kwaliteit neer te zetten. We melden het hier ook even, we klagen erover, maar we verplichten je niet. Van ja, je moet een groot image neerzetten. Dus als ik het leuk vind om gewoon dit plaatje als achtergrond te gebruiken in die app, dan kreeg ik dit plaatje, zij het enigszins opgeblazen als achtergrond in die app. En dat beweegt zo leuk mee. Dus moet je echt mee gaan spelen. Design, hier kun je nog helemaal wild gaan. Je kunt zeggen, ik wil de transities, ik wil. Het is net als Adobe Premiere, de eerste keer dat je dat kocht, dat je al die transities in je home video ging stoppen. Ik denk dat het hier ook wel teruggebracht wordt naar slechts één transitie. Ja? 5 minuten en dan kunnen we nog wat vragen stellen. Oké. Okay. Dus je app niet helemaal af te bouwen, maar dan. Ja, oké. Okay. Nog wat meer vertellen. Nou, ik ga deze app in ieder geval even een klein beetje meer richting de Bright Day app pimpen. Even kijken. Hier heb ik een. Ja. En in de Bright Day app daar. Jullie even meelopen. Ja. Nou, hier zie je het hoofdmenu zoals het ook in de Bright Day app zit. Je ziet hier een wolkje die een beetje meeloopt. Het is een transparante wolkje die erboven staat. Ik heb hier mezelf de video's en die hele app die ik zo net dus gemaakt heb, ook met die pictures en alles, zit nu gewoon meer in een bright vormgeving. Nou, wij hebben nog wat leuke grappen gemaakt als data. Op het moment dat je zegt van ja, we hebben hier de hele dag hebben we sprekers, we hebben een programma. Daar hebben wij de zogenaamde datalijst voor. En ja, de nummer 1 data vergaartool is natuurlijk Excel. En wij kunnen Excel-files importeren. We kunnen Microsoft Access database importeren. XML, CSV'tjes, alles wat je kunt bedenken. Zelfs webservices, je kunt ze gewoon in de software slepen en je kunt de data eruit peuteren. Dus ik heb hier het Bright Day programma en die sleep ik in het scherm. Hij ziet van de Bright Day, oh sorry, ik ga eventjes te snel, want nou weten jullie natuurlijk niet wat ik erin gesleept heb. Maar als ik dat Bright Day programma hier bekijk, dan zie je dat dit een Excel is met wat informatie, wat afbeeldingen zitten erbij en het programma van de verschillende ruimtes. Nou, die werkbladen die hebben we hier wel in ontdekt. En we zeggen welke programma wil je hebben? Nou, doe die maar van de grote zaal. Dus we noemen het blokje alvast grote zaal. En dat blok kan ik even een ander plekje geven. Opsa. En er staat hier, klik hier to edit the layout. Nou, nu hebben we de kolommen uit je Excel. Die hebben we hier eigenlijk als datavelden beschikbaar gesteld. En ik zou je dus kunnen zeggen, van, nou, ik vind het leuk om dat plaatje te zien wat in die Excel zit. En het plaatje komt eraan, kijk eens aan, leuk. En ik wil er ook wel een beschrijving boven hebben. En de starttijd en de eindtijd van het programma. Zo. Nou, zo kun je gewoon ter plekke eigenlijk je schermen gaan definiëren op basis van data die je in de app hebt gestopt of op basis van data die je met webservices hebt geïmporteerd. Deze blokjes kun je weer onder die datablokken hangen. Dus als je nou zegt van ja, iedereen had daar ook een Twitter-account bij, dan kan ik met het magische intypen van het veldnaam en de verwijzing naar data, kan ik een Twitter-blokje eronder hangen. En wat je nu krijgt is dat we van iedere
spreker hier, als ik hier App Machine heb, kreeg ik daar de Twitter bij. En zo kun je ook nog, en dan ben ik helemaal aan het einde van mijn demo, een URL toevoegen. En we hadden namelijk in de data ook nog ergens een URL staan en dat was website. Zo. En die noemen we even www. Zo, nou nu zie je dat ik in de grote zaal heb ik het programma. Ik kan daar Van Bright selecteren. Hier heb ik de Twitter van de Bright onder zitten. En daar heb ik de website van Bright onder zitten. Nou, mijn tijd is op. Ik zou jullie willen adviseren, ga naar de website en ga daar bouwen. En volgens mij hebben we nog een mogelijkheid om hele brandende vragen te stellen. Ja, zeker. Ja? Ik zie je daar. Ik moet even naar je toe lopen. Kun je daar ook iPad-apps mee maken? Op dit moment zijn het smartphone-apps. Dus ze gedragen zich gewoon als een iPhone-app op de iPad. We hebben 2,5 jaar lang echt met een team van 18 ontwikkelaars lopen knutselen. En we hebben ons voor een paar zaken af moeten sluiten qua prikkels van buitenaf. En de iPad is er één van. Op de hele korte termijn staat de iPad op de planning om uit te gaan brengen. We hebben daar hele mooie layout tools al voor in ontwerp liggen. Daar waar je op een smartphone eigenlijk altijd één scherm hebt, een menu en dan een lijstje en dan een menu en een lijstje, krijg je op een groter vlak eigenlijk een stuk, ja ik heb een lijst en dan een detail en ik heb een klant met een klantdetail en eronder orders. En, dus dat is veel meer visueel layouten. Dat hebben we nu even erbuiten gelaten, maar daar gaan we hele mooie dingen mee doen. Hi. Hallo. In het begin zei je van als je een applicatie bouwt met een aantal feeds en foto's erin, dat hij die al automatisch binnenhaalt. Kan je een limiet daaraan geven dat hij 25 MB blijft bijvoorbeeld? Ja, die limiet die geven wij er al aan. En bij het publiceren van je app berekenen we ook hoeveel data er in je app zit en zeggen we ook van nou hoeveel wil je meenemen en hoeveel niet. We nemen bijvoorbeeld wel je Facebook feed mee van de afgelopen 14 dagen als je dat in hebt gesteld, maar niet de foto's. Wel even de Facebook header, want anders is die weer te kaal. Dus zo zijn we wel zo zuinig mogelijk, want allemaal externe feeds kunnen we uiteraard er niet in kwijt. Op het moment dat je via jullie App Machine de app gaat publiceren, wie is op dat moment eigenaar? Want in de App Store komt jullie naam te staan. Ik maak even een sprongetje om dat te laten zien. Als je hier naar de Bright Day app gaat, de eigenaar van de Bright Day app zijn wij niet. Op het moment dat je zegt van nou, ik ben klaar met het bouwen, je ziet hier trouwens een app dashboard. En hier zie je de mensen die allemaal mee hebben gebouwd aan die app. Je kunt met meerdere mensen tegelijkertijd in zo'n app werken. Bij het publiceren, hier geef je je basisinformatie aan, splashscreen zaken, de App Store zaken, de promotie, de screenshots, hoe moet die eruit zien. Hier ga je de app publiceren. Het eerste wat we je vragen is je developer licentie. Dus het is jouw app, jij bent eigenaar van die app en wordt op jouw naam in de App Store gezet. Dus leuk detail is trouwens wel wat je nu met de Bright Day app ziet, is het versturen van pushberichten. Je ziet hier een hoek pushberichten, waarbij je hier, ik zal er niet te snel in duiken, want hier zie je de pushberichten die vandaag gestuurd worden met die app. Die kun je timen, die kun je allemaal leuke dingen mee doen. Nog meer vingers? Ik ben toch wel benieuwd naar de kosten. Ja, oké, de kosten. Vraag. Kijk eens aan. We hebben een aantal smaken. Je hebt heel veel zelfbouwplatformen op het internet. Wij hebben er inmiddels meer dan 200 geïdentificeerd. 98% is puur HTML. Ik denk dat bijna iedereen beweert dat ze native apps leveren. Ze weten alleen niet wat het verschil is tussen native en hybride. Wij maken echt native apps, dus er zit gewoon geen HTML in. Als je kijkt naar de positionering van App Machine, dan hebben we drie doelgroepen. We hebben de zelfbouwer, die kan voor €399 een app bouwen. Met alles erop en eraan. En daar zitten geen beperkingen op qua aantal blokjes of andere zaken. Dus dat meet zich met iedereen die op dit moment een zelfbouwplatform aanbiedt. We hebben een designerversie, die kost iets meer. En in de designerversie, daar kun je helemaal wild gaan op
op ieder detail. Iedere knop kun je aanpassen, de muziekplayer kun je aanpassen. We leveren een intelligente PSD waar je de knoppen in kunt maken. Die sleep je in de browser en we doen het knipwerk voor je. We halen uit alle layers de knoppen en verbouwen die app voor je. Dat is dus voor de designer. De developer versie, daar gaan we helemaal wild op een interne database, een briefcase model wat we bouwen. Dat is echt voor de serieuze apps die gebouwd worden voor bedrijven. Dus drie verschillende doelgroepen en drie verschillende prijzen. Dus je zult ook zien in de compare plans, in de bouwblokken, dat je eigenlijk allemaal dezelfde bouwblokken voor alle bedragen hebt. Ik stel voor, Sybrand, dat jij even naar, als je dat nog wilt, zijn vast nog meer vragen. Dat je even daar uit de grote zaal, daar bij de bar, als je daar nog even misschien wat vragen van mensen kan beantwoorden. Ik kijk er nog 30 seconden in. Dat is mooi. Als je je app gepubliceerd hebt, wil je ook weten wat gebeurt er met mijn app. We houden alles bij van de app. Ieder scherm, hoe lang men op een scherm zit en op welke schermen men zit. We sturen die informatie naar Google Analytics voor je, maar we stoppen het ook gewoon bij App Machine in het systeem. En hier zie je de Bright Day app. Hier zie je het moment waarop die is aangekondigd, de downloads. Je ziet dat we hier een iPhone publiek zijn en geen Android publiek. Dat is een beetje minder de Android. Je ziet waar de downloads zijn geweest. Heel leuk, kijk eens, als je hier gaat inzoomen, dan zul je zien dat daar een klein plaatje Cupertino ligt. En daar heb je Apple die eenmalig jouw app daadwerkelijk downloadt en er doorheen gaat klikken. Je zou zelfs kunnen zien wat ze in je app hebben gedaan. En hier in Nederland zie je dus waar de mensen zitten die je app downloaden. Je ziet hoe lang ze in de app zitten en allemaal leukjes voor daarna. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor jullie aandacht.